Ja, ik moet er toch iets over zeggen. Over die opening van dat Holocaust Museum. Ja, ik bedoel, die demonstratie, dat kan natuurlijk helemaal niet. Nee. En dat heeft niks te maken met hoe je denkt over die oorlog nu tussen Israël en Hamas en de Gazastrook. Heeft er helemaal niks mee te maken. Het gaat hier over de opening van een Holocaustmuseum. En als je, zoals ik ben in Auschwitz geweest. Ik heb dat gezien daar. En als je dan, heb je maar een heel klein beetje gevoel in je lichaam nodig om te weten wat dat allemaal inhoudt en wat dat betekent. En dan ga je daar dan met een paar duizend man, ga je daar vlakbij zo'n museum, ga je daar staan schreeuwen en boe te roepen en geluid te maken en vervelend te doen op zo'n dag. Hoe haal je dat nou in je hoofd? Zo weinig respect voor de slachtoffers en de nabestaanden en Femke Halsema, hoe heb je dat ooit kunnen toestaan? Wat een enorme blunder. Dat is wat het is. Ja. Je schaamt je ook een beetje. Ja. Want Nederland heeft zich natuurlijk al niet zo geweldig gedragen in de Tweede Wereldoorlog. Nee, want de NS met de treinen, die brachten de Joden gewoon naar die vernietigingskampen. Ja, er werd weggekeken. En pas geleden werd ook al bekend dat de Amsterdamse tram, ja, die liet ook speciale trams rijden om de Joden naar de stations te brengen. Ik bedoel, er werd weggekeken. Dus Nederland speelde helemaal niet zo'n geweldige rol. En dan is dat, en dat maakt het zo pijnlijk. 80 jaar later speelt Nederland weer niet zo'n geweldige rol.